Amsterdam kampt nog altijd met een enorme leegstand van kantoren. We staan in de Hoge Heelbuurt in Zuidoost, tussen de IKEA en de Arena. Ja, dat is een van de zorgelijkste stukjes. Openbare ruimte is niet goed. Hoop leegstand. Volgens de wethouder gaat het merendeel nooit meer verhuurd worden. En is het dus tijd dat vastgoedeigenaren de waarde van hun panden naar beneden bijstellen en hun verlies nemen. Alleen dan wordt het interessant om het vastgoed te transformeren. Hoe staat het eigenlijk met de kantorenleegstand? Weet jij de stand van zaken? Nou, de actuele stand is dat we maar een hele beperkte leegstand hebben, maar 5,8%. Dan zou je zeggen, ja, er is nog leegstand, dus dat is prima. Maar dat is eigenlijk te weinig voor de kantorenmarkt. Want als er nu een groot bedrijf komt, dan is er eigenlijk geen plek. Dus de kantorenmarkt, je kunt eigenlijk bijna vergelijken met de woningmarkt van Amsterdam. Die zit behoorlijk op slot. We hebben echt een tekort aan kantoorvierkante meters op dit moment. Nu, april 2019, het laatste nieuws is 500.000 vierkante meter kantoorruimte moet erbij gebouwd worden. Zo groot is het tekort dus nu. Terwijl we de afgelopen jaren hebben we minstens zoveel vierkante meters kantoorruimte omgebouwd tot hotels en studentenwoningen. Crazy economie, het is booming. Maar die kantoorruimte, 7 voetbalvelden groot, hè? Waar moet dat komen? In de bestaande stad, want we willen niet meer uitbreiden. In de bestaande stad waar ook nog heel veel woningen moeten komen, want we hebben ook een enorm woningtekort. Maar dat levert wel op dat gebieden zoals Amstel 3, rond het Bijlmerstation, maar ook op Sloterdijk, worden dan bruisende stukken stad waar op een nieuwe manier gewoond en gewerkt gaat worden. Aan de contactweg in Westpoort bij Sloterdijk ziet het er nog niet echt bruisend uit. Maar achter de gevel zitten wildemakers en nette ingenieurs in één gebouw en dat wil wel bruisen. We zitten hier heel bewust samen met allemaal kleine makers en dan een groot ingenieursbureau. Dat geeft een hele leuke balans en een wisselwerking. En het idee is ook dat het kruisbestuivingen oplevert. Wat je bij veel van dit soort plekken ziet, is dat het een beetje een anarchie wordt. En dat is aan de ene kant heel leuk, maar wat je hier eigenlijk hebt, omdat je een haskoning hebt, is dat er ook wel een zakelijke component is, waardoor het wat meer in balans is. Dat is één. En aan de andere kant is het voor Haskoning natuurlijk heel leuk dat wij juist aan de andere kant een beetje anarchie brengen. Dat er een beetje, dat zij op die manier ook wel geprikkeld worden. Samen met Alex, die de eigenaar is van de Makerspace, hebben we samen gekeken naar het auditorium. Omdat dat er nu is om het akoestisch goed te krijgen. En samen daar ook echt aan gebouwd. Dus dat is gewoon heel leuk, omdat we hier natuurlijk ook heel veel aan theorie doen. Omdat dat denken en maken samenkomt met... met die broedplaats en ons als Rode Haskoning. Dit is een ontwerp voor jou? Ja, dit is een ontwerp voor een schoolgebouw in Utrecht. Ik heb altijd dit soort grote maquettes gemaakt ook. Die maak je hier? Die heb ik hier gemaakt. Dus dit is allemaal CNC-vrees, heet dat dan. En de ene zijn gelasercut. Dat zijn allemaal machines die hier staan. Dat zijn allemaal hele bijzondere machines. Maar goed, we hebben dus een ontwerp gemaakt en behalve dus natuurlijk dat het er moet werken, moet functioneren en er mooi uit moet zien, zitten er natuurlijk ook allemaal technische aspecten aan zo'n gebouw. En die technische aspecten, daar is Rode Haskoning heel erg goed in om dat uit te zoeken, om daarin te adviseren. Dus ik had allemaal vragen al in het ontwerp, het onderzoek over brandveiligheid, over akoestiek, over constructies. En Rode Haskoning heeft daar bij geadviseerd, eigenlijk in de eerste instantie vrijblijvend. En nu ook gaan we waarschijnlijk ook verder samenwerken voor de rest van het traject. En het wat ook af en toe gebeurt, is dat we gewoon bijvoorbeeld bij een koffiezetapparaat staan en dat ik met één vraag zit waar ik al een uur naar mijn scherm zit te kijken en niet op het antwoord kom. En dan opper ik het even bij het koffiezetapparaat en dan staat er iemand van Rode Haskoning. En die heeft dan misschien wel de oplossing of die koppelt me weer aan iemand die de oplossing heeft. Het is een ware trend aan het worden. Alles bij elkaar, door elkaar. En dat vergt natuurlijk ook andersoortige kantoorgebouwen. Want we werken ook nog eens heel anders dan vroeger. Vroeger moest je naar kantoor komen om te kunnen werken. Tegenwoordig hoef je niet meer naar kantoor te komen om productief te zijn. Dus je moet de kantoren zo aantrekkelijk maken dat je er ook wilt zijn en niet meer hoeft te zijn. En dat zie je eigenlijk in een enorme transformatie van al die plekken. Dat zaken die vroeger typisch ontspanning waren, of typisch bij een restaurant hoorden, dat die eigenlijk binnen worden gebracht in de kantooromgeving. Dus wat vroeger een coffeeshop was, of een Starbucks, die zit nu geïntegreerd in de kantooromgeving. Waardoor je een veel diverser kantoorlandschap krijgt, waar het prettig is om te verblijven, in plaats van waar je alleen moet werken.
daar zijn de beleggers in kantoorvastgoed zich ook zeer bewust van. Die investeren niet meer in standaardkantoren, maar in gebouwen waar en de verschillende huurders en de stad iets aan hebben. Zoals dit gebouw Hourglass in aanbouw op de Zuidas. Waar moet een goed kantoorgebouw nou aan voldoen? Nou, begin met de locatie, het allerbelangrijkste. Een goed infrastructuur knooppunt is belangrijk. En een goede mix aan functies in een gebied. Nou, hier op de Zuidas was misschien van oorsprong een wat kantoorgebied. Maar de laatste jaren echt getransformeerd naar een heel veelzijdig gebied. Er zijn heel veel woningen bij gerealiseerd. Verder, naast de locatie, is natuurlijk ook het gebouw belangrijk. Een duurzaam gebouw, een gezond gebouw. Wij zien dat organisaties die van ons huren, dat die steeds meer letten op het welzijn van hun medewerkers. En dat proberen ze gewoon te verbeteren. Denk aan persoonlijk instelbare klimaat in een gebouw, frisse lucht of bijvoorbeeld faciliteiten als sport. Jullie bouwen hier Hourglass en het ziet er een beetje bijzonder uit. Wat is het idee daarachter? Ja, Hourglass is natuurlijk de vertaling van zandloper. En is mij door de architect Diederik Dam verteld dat omdat Loyens Loef hier als belangrijkste huurder in het gebouw gaat, dat het als een maatpak, een Italiaans maatpak eigenlijk is neergezet, wat ook de vorm heeft van een zandloper. Het is een mix van functies in dit gebouw. Dus enerzijds zal Loyens Loef hun hoofdkantoor hier vestigen. Maar daarnaast zal Premier Suites een hotelconcept neerzetten voor wat langer verblijf. En zij zullen ook horecavoorzieningen hier naartoe brengen. In de plint van het gebouw, de begane grond, zijn we nog bezig met een invulling. Maar kun je ook denken aan iets van, in ieder geval iets publieksgericht. Dus het kan horeca zijn, maar ook iets informatiefs. Die gemengdheid, is dat nou echt een voorwaarde voor een goed gebouw? Ja, we zien steeds meer belangstelling van gebruikers om verschillende voorzieningen dicht bij elkaar te hebben. Dus functiemenging met hotel, kantoor, horeca, winkels komt steeds vaker voor en wordt gewoon als heel prettig ervaren door de gebruikers. Waar kijken bedrijven nou naar als ze zich vestigen op een bepaalde plek? Nou, er wordt door organisaties heel veel getrokken aan personeel natuurlijk. Dus ze willen dicht bij goed personeel gehuisvest zijn. En we zien dat goed personeel, dat trekt steeds meer naar de steden. Mensen wonen steeds meer bij die steden en willen daar dichtbij werken. Dus bedrijven volgen die mensen en trekken ook naar de steden. Maar hoe zit het dan met bedrijven die geen plek kunnen vinden of betalen in Amsterdam? Nou, je ziet de eerste stap is gewoon de randen van Amsterdam. Dus Amstelveen, Sloterdijk komt weer tot leven. Maar ook Hoofddorp. Dus alle randgebieden van Amsterdam is de eerste keuze eigenlijk. Nieuwe alternatieven komen in beeld. Rotterdam, Utrecht hebben echt nog leegstand, hebben er nog volume beschikbaar. Als je vanuit internationaal perspectief kijkt, is dat gewoon de Greater Amsterdam Area. Dus de kans is ook dat bedrijven voor een alternatieve vestigingsplaats kiezen. Rotterdam en Utrecht laten we nog even. Eerst maar eens naar een ander centrale stad in de Greater Amsterdam Area, Hoofddorp. Hoe staat het daar met de leegstand? De Amsterdam-Meerlandenregio, waar deze plaats onder valt, dan zie je eigenlijk een menging van aan de ene kant een stukje incoherentheid, wat je achter mij ziet. Hè. Dat is veel leegstand wat daar nog aan de orde is. Maar ook heel veel ambities voor vernieuwing. En dat is aan de andere kant zichtbaar. Waarbij je ziet dat er nieuwe kantoorlocaties ontstaan, nieuwe functies ontstaan. En gecombineerd ook met allerlei andere functies die het aantrekkelijk maken ook voor de mensen om daar te werken. Ja, dat is eigenlijk wel een beetje de kantoorlocatie van de toekomst. Of de werklocatie van de toekomst, zou ik zo willen zeggen. Wat mist er nog? Gewoon de reuring van de stad. Dat mis je wel? Ja, toch wel. Ja. Als het echt een heel statisch bedrijventerrein is, vind ik het niet zo fijn. Maar doordat er hier wel groen is, is het wel gezellig. Er is hier heel veel veranderd. Toen ik hier 10 jaar geleden kwam werken, was dit er allemaal nog niet. Er stonden een paar panden. En naar de een naar de ander werd eigenlijk uit de grond gestampt. Is een beetje negatief, maar dat gaat gigantisch snel. We hebben eigenlijk te maken met de schaalsprong van Amsterdam. Wat je eigenlijk ziet is dat er een enorme druk is op Amsterdam, waar het gaat om de functies als wonen, werken, mobiliteit. En daarnaast ook nog een keertje de enorme transitiedossiers als energie en circulair. Amsterdam zegt het eigenlijk ook wel naar de regio's. Laten we kijken dat we dat hoge stedelijke milieu op een aantal andere plekken ook kunnen realiseren, zodat die druk ook afneemt voor Amsterdam. En ik denk dat dit gebied een voorbeeld is van een transformatie waarbij je ziet dat wonen, werken, recreëren wellicht ook wel, in één hand kan gaan. Maar niet alleen van 9 tot 5, maar ook in de avonduren dat er allerlei activiteiten en belevingen zullen zijn. Het wordt een stuk stad. Het wordt een stuk stad en dat geldt dus niet alleen voor deze plek, maar op een aantal andere plekken binnen de metropoolregio Amsterdam zal dat ook plaatsvinden. Dat je echt bewust kiest voor een stukje verstedelijking in een aantal gebieden. En dan zul je ook goed na moeten denken, wat wil je echt landschappelijk houden? Dat hoort er ook bij. Daarin speelt Schiphol als gebiedsontwikkelaar ook een grote rol.
Zij bouwen bedrijventerreinen, maar niet zoals vroeger, maar ook weer in de mix. Is dat nou ook een soort trend dat makers en denkers en doeners allemaal bij elkaar gaan zitten, ja, mixen? Ja, wij willen dat heel graag. Waarom? Omdat, we noemen dat bedrijven ecosystemen. Je kan het niet meer alleen. Ontwikkelingen gaan heel snel. Artificial intelligence, er is zoveel mogelijk. En niet alle kennis zit bij één iemand. Dus de denkers en de doeners, de makers, die moeten zeker samenwerken. En daarom is dit voor ons een soort ideaal plaatje van hoe een bedrijvengebied eruit zou kunnen zien. En het probleem is dat dat heel vaak nog niet kan. En dat is vanwege het bestemmingsplan. In de jaren 50 en 60 hadden we de tijd van het modernisme, de tijd van de functiescheiding. Toen moesten alle rokende fabrieken de stad uit, logisch. Maar toen hebben we ze weggezet, heel ver weg, de bedrijven, maar ook de kantoren, op kantoorterreinen. Dus daar zijn we enorm in doorgeschoten eigenlijk. En inmiddels zijn onze bedrijven ook alweer veranderd. Ze maken minder lawaai, ze zijn schoner, ze zijn minder gevaarlijk. Dus je kunt veel meer gaan mengen. En daar moet ons planologisch instrumentarium eigenlijk nog veel meer op toegesneden worden. En hoe zie je dan stad en regio met elkaar in verhouding? Wat gebeurt er dan in Amsterdam en wat gebeurt er hier? Nou, daar is helemaal geen verschil meer tussen. We zijn één metropolitaine regio en dat loopt door elkaar heen. En soms is het iets dichter bebouwd, soms is het iets dunner bebouwd. Maar overal bruist het van ideeën en zijn mensen bezig met de opgave dan weer van overmorgen. Nou, die opgave voor overmorgen, laten we die voor de grap nou eens in het vizier houden, terwijl we samen die stad van straks maken. Want dat doen we niet vaak genoeg. Lange termijn, want die stad rukt aan alle kanten op. Overal wonen, werken, overal stukken stad. Maar ja, jongens, waar blijft de ruimte? Hè? Ruimte zoals hier om te ademen, om te zijn. Nou, dat zijn dingen die we echt in de gaten blijven houden bij bouw, woon, leven. Want we moeten ook leven, of niet dan? Ha!